Een onbedoelde schuimparty vanmiddag in een loods naast de A15 ter hoogte van de afslag Heiplaat bij Rotterdam. Door een technisch mankement aan de blusinstallatie liep de hele loods vol schuim. Er stond zoveel van het witte spul in het pand dat de deuren werden opengeblazen en het schuim naar buiten stroomde. De brandweer was bang dat het over de snelweg zou waaien en stelde korte tijd een snelheidsbeperking in. Maar een geluidsscherm heeft het schuim kunnen tegenhouden.